Yo, het is je boy Alo Ali hier live bij Punch Out Battles. We hebben net een dope battle wil ik niet zeggen. We hebben een battle gehad. Zdravo Jigga, wat gebeurde man? Fuck op man. Zijn lage energie die fokte mijn shit gelijk op en toen was het klaar man. Ik zeg, ja, maar jij bent toch ook gewoon zelf verantwoordelijk voor je energie? Maar eigenlijk, ik fokte gewoon op zelf ook. Dus, ja, weet je, ik keek vandaag naar het schema. Je hebt een paar toffe battles in het verleden neergezet en ik dacht, yes, Jigga is terug. En ja, het was dramatisch man. Niet alleen energie, maar ook qua teksten. Nee, klopt. Ik heb het gewoon geen aangepakt. Dat ben ik de eerste die het gewoon toegeeft. Klopt, ik heb het. Dus volgende keer kunnen we wel gewoon afspreken dat jouw revanche echt keihard gaat zijn. Ik ga even kijken, want het kost mij veel moeite om mijn ding aan te passen aan POB. Je weet toch? Dus wat ik ga doen is gewoon kijken naar wat ik zelf eerst wil en dan gaan we verder kijken. Maar deze was niet nice, man. Want je hebt in het verleden wel laten zien dat je gruwelijk kan. Ja, maar deze was niet goed. Hallo, hoe ging het voor jou? Ja, het ging gewoon kut man. Ik zeg wel eerlijk, ik was al lang voorbereid en overal ging het lekker. Alleen net voordat ik die ringen stapte, zenuwen waren tot hier man. Ik zeg wel eerlijk. Dus ja, dat heb je wel kunnen zien in de battle denk ik. Crowd response was minimaal. En het was gewoon kut. Ik heb het gewoon opgefakt, mijn schuld. Ja, het fucked up is ook normaal. Mensen beginnen te praten in het publiek. En dan schreeuwen wij ook van nou even je bek, weet je maar. Het was bijna, ik gaf ze bijna gelijk door gewoon te praten. Ik snap wat je bedoelt man, maar weet je wat het is? Het was gewoon de spanning die je heeft opgefokt. Ik snap wel dat je ze bijna gelijk wil geven, maar ja, het ligt niet aan het publiek man, het ligt gewoon aan onszelf. Ja, maar, want vorige keer stond je in dezelfde ring en ging het lekker. Klopt man, dat was mijn eerste battle tegen Dave en ik mocht het event openen, was echt gewoon 6 rondes, echt crowd response van ons beiden. Alleen, ik denk dat het gewoon echt de spanning is, dat de bars niet goed landen, dat mijn delivery echt veel minder was. En dat was gewoon kut. Dus. Wat kan jij tegen het publiek thuis zeggen als je de volgende keer dat je hier weer staat? Ja kijk, ik ga sowieso de volgende keer gewoon mijn pancake gewoon misschien een beetje opkrikken. Snap je? Ik ga niet best... misschien? Ja, niet misschien, maar je weet nooit wat eruit komt, snap je? Dus ik probeer zo dope mogelijk te komen en het is, Zorg dat je hier gewoon bij bent volgend event, want ik ga gewoon sowieso hard komen. Ik doe mijn best, alleen het zenuw een beetje onder controle te krijgen. Alright, nice. Hopelijk gaat het lukken. Mijn naam is Alo Ali. Straks om 7 uur staat de battle online. Ga hem checken.